beide van 13-plussen zijn vertrokken voor het grote greepje. Dik en Vlot is in de goede start. Aan de binnenkant is de Panja Jacob. Kan je laten die koppel zien? Voor Michelle Lafon. Wat is er aan? Kijken naar de koppositie, nog steeds voor Anja Jacob. Zij lijkt hem toch nog steeds genomen te hebben. Voor Michelle Lafond op 2. Op de derde plaats voor Joost van den Burg. Lijkt hem echt hard afkrijgen. Stond er nog verandering. Verandering in het sprintje richting de finish. De laatste stukje. Anja Jacob, zij wint voor Michelle Lafond en Joost van den Burg.